Ja, goeiedag, we staan nu Schip van Kolen, de Volharding 2. We liggen hier aan de Burgt in Zaandam. We zijn hier voor de binnenvaartdag ook een beetje te promoten natuurlijk. Wat wij doen is het vervoeren van plantaardige olie en vetten voor de meerdere partijen eigenlijk. Wij zijn eigenlijk een dagdienstschip. We varen meestal in de dagdienst hier in de Zaan, zo'n beetje in de omgeving. Wij zijn een schip, we hebben zo'n 6 centertanks van zo'n 150 kuub per stuk. En de plantaardige olie en vetten die worden warm gehouden door middel van een grote kachel hier aan boord. En dat ze op temperatuur blijven, zodat ze vloeibaar blijven, dat ze weer uit kunnen pompen zoals het nodig is bij de klant. Nou stormt het natuurlijk ook nogal, hè? Want als je dus eigenlijk even zo naar buiten draait. Ja, dan zie je het water hier natuurlijk heen en weer gaan. En ik ga eigenlijk min of meer recht naar voren. Want het schip dat ligt ook niet stil. Je moet wel zeebenen hebben op dit moment. Ja, dat klopt. Vooral met deze windkrachten, zeg maar. Het waait behoorlijk nu. Maar we kijken nu naar de kop van het schip. En ik zie daar dat witte gebouw dus staan. Maar er is een hele grote lengte voor het schip, wat je dus eigenlijk niet ziet. En dat is eigenlijk min of meer, wil ik eigenlijk een waarschuwing plegen voor de mensen die eigenlijk op of aan het water of in het water zitten. De zwemmers, kanovaarders, zeilers en roeiers die er zijn. Om toch op te letten op het feit dat dus dat een schipper zo'n 150 meter voor zijn schip niks kan zien. Ja, dat is correct. Dat moet ze altijd wel in de gaten houden. Het meet je altijd, wat u zegt, minimaal 150 meter. Het is een beetje een spelregel. 350 meter het best om er vanaf te blijven voor de kop. Je moet wel zo zien, als u de schipper zit, dan ziet hij u ook. Maar ga er nooit vanuit natuurlijk. Wees altijd op uw hoede. En ja, probeer altijd niet te dicht in de buurt te komen van zo'n schip. Verzoek stuurboordskant op van het vaarwater. Zoals dat u niet in het midden van het vaarwater blijft varen en voor de kop van het schip komt. Je kunt beter vaak even wachten tot hij voorbij is en dan naar de andere kant toe varen als ze heel snel ervoor langs gaan. En dat is voor iedere watersporter is dat natuurlijk een belangrijke vuistregel. Zie je een schip aangaan, drijf je af. Ja, probeer hem wel kenbaar te maken dat de kapitein eigenlijk ziet van, hey, wacht even, er is wat bijzonders aan dan. Ja, maar zodra je dus eigenlijk min of meer op die 350 meter voor het schip ertussen zit in dat de blinde hoek. Want we hebben het wel over vrachtwagens met een blinde hoek, maar een grote boot die hebben nog groter. Hij ligt nou toevallig erg hoog. Dus ja, je kan nu een heleboel ruimte niet zien. En dan zeg ik van, dan moeten ze toch wel even beter uitkijken, vind ik. Ja, dat is correct wat u zegt. Probeer altijd contact te zoeken met de schipper eigenlijk, oogcontact. Ga er eigenlijk vanuit dat hij u niet ziet. Dus dat u er niet voorkomt eigenlijk. Nou, heb ik deze spijsschepen, die heb ik dus al eens vaker gezien. En dan hebben die hier een heleboel schepen gevaren. Ik weet niet, komt u uit de Zaanstreek? Ik woon zelf in de Zaanstreek, ja. Hier in de buurt. Hier in de buurt. Ik heb hier ook gewerkt, op het eiland hier al verderop. En daar heb je dus een heleboel schepen, zoals je nu dus eigenlijk min of meer ziet. Ontzettend veel plezierschepen. Vroeger was het zo dat dus elk plezierbootje wat er nu ligt, was eigenlijk een vrachtschip. En voor die spijzen en vetten die jullie nu vervoeren, en hoeveel ton is dat ongeveer? Ja, dit schip is zo'n 850 ton is dit schip. Maar we hebben natuurlijk verschillende schepen. We hebben ook één schipvaart die is 3800 ton. Dus dat is een aardig schip. Is dat, maar dan praat je dus wel over het schip zelf, maar het laadvermogen, hoeveel is dat? Dat is 3800 ton. 3800 ton, nou, dan gaat u dat dus oprekenen. 3800 ton in vrachtwagens. Een gemiddelde vrachtwagen mag, laten we het maar even uitnoemen, 50 ton gebruiken. Die mag 50 ton laden. Dan kunt u zelf uitrekenen hoeveel vrachtwagens er nodig zijn om eigenlijk één rit van deze boot het spul bij de bedrijf te krijgen. Ja, dat is correct. Het scheelt een hoop vrachtwagenbeweging, verkeersbeweging als we het met een schip doen. Het is natuurlijk veel economischer. Het kost minder, het is minder uitstoot. Wat ik al zeg, minder verkeer in de stad door middel van vrachtwagens.
Ja, we zijn inmiddels in de woning van de volharding 2. Deze woning heeft drie hutten, drie slaaphutten. Allemaal een eigen bed, zeg maar, in elke hut. Dit is de leefruimte eigenlijk, waar we leven. De keuken met de vaatwasser, koelkast, gasfornuis. Inductieplaat? Ja, inductieplaat. Niet op gas voor de veiligheid, allemaal elektrisch. Andere kant het woongedeelte. Met de computer en de bankstel en de tv eigenlijk van alle gemakken voorzien om als we wat vrije tijd hebben om hier nog even gezellig met de bemanning te zitten, te eten, dat soort dingen doen we eigenlijk allemaal hier eigenlijk. En ook klaverjassen? Klaverjassen doen we ook, als we wat tijd over hebben, dan doen we dat ook. Het is een beetje tijdverdrijf tussen de bedrijven door natuurlijk, we moeten ook wat ontspannen natuurlijk. Ja. En, veel schepen bij kolen varen week op, week af. Dus dan kom je de dinsdag aan boord en dan ga je de dinsdag weer naar huis. Dus tussen de bedrijven door heb je ook wat ontspanning dan. Dus het is niet echt dat je zegt van je woont en je werkt wel op het schip. Maar het is niet echt een woning waarvan je zegt op een moment van ik zie het hier dagelijks, wekelijks en alles, dat je hier aan blijft. Want je gaat op, je gaat af. Je moet wel je hut moet je weer afstaan aan. Ja, voor de schepen die week op week afvaren, die moeten hun hut weer afstaan, zeg maar, aan de volgende ploeg. Dus het is policyjaarlijk dat je de dag dat je afgaat, dat je alles weer aan kant hebt en schoon is. En dat de volgende ploeg weer in een schone woning en een schone hut kan. Ja, je mag niks laten liggen. Nee, in principe niet. Probeer zoveel mogelijk alles op te ruimen, dat iedereen gewoon zijn eigen plekje hebt. En neem je. Heb je nou nog dat je personeel, komt dat hier nog veel? Of zeg je dan van ik wil nieuw personeel hebben opgedeld? Ja, natuurlijk willen we ook nieuw personeel hebben. We hebben natuurlijk ook een iets oudere garde natuurlijk, die met een aantal jaren eruit gaat. En er moet ook weer nieuw aanwas voor komen natuurlijk. En het is niet zo dat je van één dag op de andere dag op dit schip stapt of op de schepen stapt. Ja, dan moet je ook een beetje in je rollen, zeg maar, dat je dus langzamerhand een beetje leert natuurlijk. Het, is, het moet je ook even een beetje liggen natuurlijk. Hè? Want je bent, laten we zeggen, 7 dagen van huis. En dan kom je terug en dan ben je dan ook 7 dagen vrij. Je kan doen laten wat je wil of? Ja, in principe ben je 7 dagen vrij. In principe ben je gewoon klaar. Je gaat naar huis. Je wordt niet meer gebeld door de baas. Dus, want je hebt 7 dagen gewerkt. Dus dan ben je gewoon lekker in principe 6 hele dagen thuis. Dus dat is ook 1 reisdag. Dus leg je in de buurt, los je in de buurt af, dan ben je vroeg thuis. Ben je wat verder, dan ben je wat later thuis. Maar daarna ben je ook echt 6 dagen lekker thuis om te gaan en staan waar je wil natuurlijk. En hoeveel mensen werken er nou op deze en op die andere boten? Het is net het verschil wat voor diensten ze draaien. Dit schip is een dagdienstschip. Daar varen met 2 man, soms met 3 man op. Dus de meeste die op dit schip zitten, die wonen allemaal in de buurt, dus gaan s'avonds naar huis. Op de andere schepen, die varen echt week op week af en die varen ook lange ritten, Duitsland, dat soort. Dus die zijn echt wel vaak onderweg, vaak zitten ze met een dubbele bemanning op. Dus dan werkt eerst 12 uur de ene ploeg en dan 12 uur de andere ploeg. Dus dat is per schip verschillend eigenlijk. Het is natuurlijk een, ik heb het vroeger ook gedaan, maar het is het is gewoon fantastisch. Als je dus lekker rustig op het water zit en je gaat, laten we zeggen, naar Rotterdam toe. Want als je dan aan het varen bent, hoef je alleen maar aan te meren in de sluizen of bruggen of iets dergelijks om te wachten totdat je weer verder mag. Ja, dat is correct. Varen is, vind ik persoonlijk, is altijd rustgevend iets. Ja, ondertussen moet ook wel andere dingen gebeuren aan boord natuurlijk. Koken, dat soort dingen, wassen, schoon onderhoud van het schip. Dekschrobben hoort er ook zeker bij. Vooral in deze branche, veel met vetten te maken hebben. Dus de dampen die eraf komen, die slaan we op het dek neer. Dus die moet al wel vaak schoongemaakt worden natuurlijk. En moet er nou op een gegeven moment nog onderweg geschilderd worden of iets dergelijks? Of zeg je nou dat wordt gedaan door een bedrijf als die dus, laten we zeggen, aan de kant gaat liggen? Nee, de onderwaterschip wordt wel een keer zoveel jaar door een ander bedrijf of door de werf gedaan. Maar het bovenwaterschip moeten we ons zelf al onder. Allemaal zelf bijhouden? Allemaal zelf bijhouden en mooi weer dan. Gaan we weer schuren, schilderen en om het schip weer knap in de verf te krijgen natuurlijk. Ik heb dat 1 keer meegemaakt, jongen. Dus dat gingen we boven op de voorplek zitten van een kuster. En ik zat met het touw tussen mijn benen, zat op die plank. En er komt er een ander bij, die ging onszelf. We gingen met z'n 3 zaten op die plank, 2 bij die touwen.
En die andere ging in het midden zitten. In plaats dat hij nou rustig gaat zitten. Nou ja, laat zijn gaan ploffen. Het was in Kopenhagen. Het was midden in de winter. Het was ijselijk koud dat water. Dus ik kan nagaan hoe we gelachen hebben. Ik heb me voorstel, ja. Dus ja, ja, vandaag de dag, het is allemaal verplicht door BBM's dragen, reddingsvesten en dat soort dingen. Dus, ja. Ja, toen niet. Hè. Toen ben ik me nog aan schilderen geweest en dat ging in één weer te hard. Zeg, hartelijk bedankt voor het interview. Ja, tot ziens.